Mijn vriendin naar Borger Uit verhuisd. Super cool. Ook al, dat merk ik wel. Zo, voor de mensen die, ik woonde ervoor op het Zuid. Een beetje een bekakte kotte van Antwerpen. En dan ben ik verhuisd naar Borger Uit. Voor de mensen die niet van hier zijn, als je die beweging maakt, dan verhuis je eigenlijk van de regio waar de cocaïne wordt besteld, naar de regio waar dat wordt versneden. Dat is een beetje de beweging die je dan in Antwerpen maakt. We hebben niet... Borger Uit heeft niet de allerbeste reputatie. Dat heb ik al ontdekt door met mensen over te babbelen. En zo, heel veel mensen hebben daar een beeld van dat in de media ook wel een beetje is gecreëerd. Dat is heel negatief. Dat gaat over criminaliteit, gaat over mislukte integratie. En dat vind ik zelf echt een beetje spijtig. Want, en als ik eerlijk ben met mezelf, geloof ik dat zelf ook een klein beetje. En ik had een beetje schrik om er naartoe te verhuizen. En ik heb dat beeld moeten bijstellen vanaf de eerste dag dat ik er woonde. Dat was al tijdens onze verhuis. We zijn een zetel uit onze camion aan het halen. Onze nieuwe buurman, de Mohamed, komt naar buiten. Komt even een babbeltje doen. Hey, hallo, jullie zijn nieuw hier in straat. Oké, ja, welkom, welkom. En kennen jullie de buurt? Ja, nee, we zijn eigenlijk niet van hier. We komen eigenlijk van de andere kant van Antwerpen. En toen sprak Mohamed de legendarische woorden. Dit is een heel goede straat met heel weinig Marokkanen. Je kunt vinden over Borger Uit wat je wilt, maar die KD is aan het integreren. Hè? Sorry, dat is graaf, zo maat. De waarde van uw huis... Ja, maar ja, dat is toch waar. Als je erover nadenkt, de waarde van uw huis koppelen aan het aantal buitenlanders in straat, dat is kei-Vlaams. Hè? Nee, is echt supergraaf. Ik zal een week later voor de eerste keer pistolees te halen bij een Turkse bakker. Of zoals dat Turkse mensen dat noemen, de bakker. denk ik? Ik vraag me dat zo. En die man is aan het klagen over alle politie op straat. Alle combis en alle mensen van het leger. En ik hoor hem zeggen... Want dat is wel aan de hand, maar er is veel politie te zien. En het ging hem niet om de politie zelf of zo, maar ik hoor hem op een moment zeggen... Hé, hey, dat is allemaal goed en wel voor de veiligheid. Maar wie gaat dat betalen? Dat is wel mijn belastinggeld, hè, maat? Hoe graaf is dat, jong? Echt, ik heb een nieuwe theorie sindsdien. Het maakt niet uit waar je bent geboren. Het maakt niet uit welke kleur dat je hebt. Als je over je belastingen bent ontzeiken, dan zijn een fucking Vlaming. Dan hoor jij erbij, jong. Come on. We gaan samen een frietje eten.